Een van de oudste inwoners van Dinteloord is de heer Stolk. Hij is 93 jaar, woont in het bejaardenhuis en is zijn leven lang juwelier geweest. Dat zeg ik u eens vertellen. Een wekker, als wij bijvoorbeeld een wekker schoonmaakten, dan kregen we 90 cent ervoor. En die wekkers die kwamen al dikker voor. En ik kon er wel voor rondkomen, want ik was zuinig, want ik zat op schuld bij mijn vader. En die moest afgelost worden en dat is gebeurd. Maar, dan, maar ik kon er goed voor rondkomen en ik had het buitengewoon aan mijn zin. Want ik kon met die Prinslanders goed overweg. Want ik ben een opgerand man altijd geweest en die Prinslanders die waren heel anders. Als die uit Strijen wonen, de Hollanders, die waren stijver. En Brabant staat bekend voor vrolijkheid en het is de waarheid hoor. Ja, dus je vindt de Dinteloorders aardige mensen? Misschien zeker, nou. En toen weet ik wel, toen moest ik mee naar Johannes Vogel toe. Ze noemden hem bij tijds de Mies. Greet, dat weet je wel, hé? Mm-hmm. Van horen zeggen. Ik vertel het goed, hé? Ja, goed. Ja. Oh. En dat was bij de Mies. En dan moest ik een radio gaan verkopen. En wie kwam ik tegen met elkaar? De oude Jaap Leest. Die moest daar naartoe. Want ik wist geen eens waar Vogel woonde. En die had een grote plaat, staal in zijn handen, van ijzer. En die vent, die Jaap Leest, die kon zo praten. Greet, jij die ook niet gekend? Ja. Ja, die kon zo praten. En die liep met dat stalen ding tegen die schuur aan. En toen zei hij, rotschuur, net tegen de zoek het nou zegt hoor. Rotschuur, ik denk, wat een eigenaardige vent is dat, want dat kon hem niet. Hij moest me toen bij de Mies brengen. Tegenwoordig zitten alle mensen veel naar tv te kijken, zitten de mensen veel binnen. Hoe was dat nou vroeger? Wat deden ze dan in hun vrije tijd? Dan gingen we op de stoep zitten, bij elkaar als buren. Dan, iedereen had zijn bank, maar dan gingen we toch bij elkaar zitten. En dat was erg. En dan zongen we eens, en we praten eens, en het ging allemaal even gemoedelijk. Ja, een gezellige avond was dat hoor, in de Westvoorstraat. Nou, dat deed men allemaal. En wat doet u daar nou voor, om zo sterk te blijven? Goed op mijn eigen passen. Dat heb ik altijd gedaan. Ik zal u eens vertellen, ik was toen zuinig, dat moest ik zijn. Want ik moest die rente kunnen betalen bij mijn vader en aflossen. Dus dat heb ik allemaal gedaan, maar dan was ik zuinig. En dan rookte ik een sigaar van 1,5 cent. Ik kocht er hier bij Rink de Vries, een doos van 100. En nu was je voor een dollar klaar. Maar je zou je eigen astma aanroken. Zulke slechte sigaren waren het. Dat mag toch ook zeggen? Nou hoor. Hey. Heeft u het nou nog steeds goed? In het bejaardenhuis? Ik zal u vertellen. Als er hier een is die durft te klagen, die moesten ze maar verwijderen. Want dat is hier prima. Op elk terrein.